Iric woont inmiddels alweer jaren in Hongarije, maar mist Rotterdam nog dagelijks. Vooral zijn kinderen hebben het er maar moeilijk mee en ze zouden het liefst zo snel mogelijk weer terug willen. Kom maar. Twee kinderen? Ja. Kijk, Daniel. Dit is Daniel? Deze. En deze. En hoe oud zijn ze? 13. Die is in Nederland geboren? Ja, alle twee. Alle twee zijn ze in Nederland geboren. Dus ook naar school gegaan. Hoe is dat voor die kinderen om weg te gaan dan uit Rotterdam? Ja, dat was heel moeilijk voor Daniel. Waarom? Omdat, ja, komt de einde, de competitie. En ik kom naar Hongarije. Ja. En vraagt hij altijd, wanneer gaan wij terug naar huis? Oh ja? Ja. Want ze zijn daar uiteindelijk groot geworden. Ja. Veel vriendjes. Veel vriendjes, vriendin. Ja, weet je toch. Ja. Hoi. Hallo. Ja, ik ben Wim. Gaat alles goed? Ja. Dat is papa. Hoe gaat het met jou? Ja, goed, dankjewel. Ja? Ja. Voetbal je ook? Ja, tuurlijk. Waar voetbal je dan? Pardon? Bij welke club voetbal je dan? Ja, hier bij Tatamanya. Ah, heb je ook in Nederland gevoetbald? Was je toen te klein? Nee, ja, te klein. Nee. Maar je spreekt nog wel heel goed Nederlands. Ja, bedankt. Want hoe lang heb je in Nederland gewoond? 16 jaar. En toen gingen we naar Cyprus en nog 2 jaar. Ja. In Den Bosch. En mis je Nederland een beetje? Ja, tuurlijk. Zou je graag terug willen naar Nederland? Ja, ja. Ja. Maar dan moet je vader vragen. Hè? Wat zegt hij dan als je het vraagt? Waarvan gaan we nou naar Nederland? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, maar hij wil graag, Jozef. Ja. Mis je Rotterdam heel erg? Ja, ja, Feyenoord. En heb je vader ook zien spelen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Wat vond je van hem? Beste voetballer van de wereld. Nee, dat is overdreven toch een beetje, of niet? Nee. Wat vond je zo goed aan hem? Buiten dat het je vader is, maar... Zeker niet kopsterk. Hij was snel. Ja, snel en dan kan ik zeggen, goede voetballer gewoon. Ja. Mogen we je kamer eens zien? Ja, tuurlijk. Ja? Weet je het licht aan doen? Ja. Het kussen. Ja. Slaap je er echt op? Tuurlijk. Ja? Ja. Je bent echt fijn, hoor. Kan je het zien? Ja, dat kunnen we zien, ja. Kun je daar spelers van? Ja, een goebel. Even denken. Ja, John de Wolf en de Goeie. Papa, dat weet ik niet. John Metgod. Dat weet ik ook niet. Kypris, echt wel. Ik heb 1 keer de eer gehad om hem te mogen bezoeken op Cyprus. Waar hij toen geparkeerd was bij een ploeg waar hij ontzettend het niet naar zijn zin had en ongelukkig was. Ik ben bij hem thuis geweest en het leed in die ogen. En wat was nou je hoogtepunt in die 6 jaar dat je bij Feyenoord geweest bent? Wat was het mooiste moment dat je daar hebt meegemaakt? Nee, de 6 jaar dat ik bij Feyenoord ben geweest. Het afscheid van Jozef Kypric in 1995 zal in Rotterdam niet snel worden vergeten. De Kuip liep over van emoties. Als vraagje van mij moet een moment zeggen, de mooiste moment van mijn voetbalcarrière. Ik kan niet het mooiste moment zeggen, omdat dat deze 6 jaar was de mooiste. Ik 20 jaar gespeeld, maar deze 6 jaar is de mooiste. Periode.